behandelplan is soms niet haalbaar. Jongeren en behandelaars zitten dan niet op één lijn. Hoe kunnen we dat voorkomen? Is de IMU-app hiervoor een oplossing? Wat is IMU precies? IMU staat voor Idiografisch en Adaptief Monitoren. En wat we daarmee bedoelen is dat wij denken dat je echt af moet van gestandardiseerde vragenlijsten waar de meeste mensen toch denken van ja, dit gaat niet over mij, maar dat je veel meer echt de jongeren zelf laat bepalen wat die in kaart wil brengen en dat je dat ook over tijd kunt aanpassen. Daar staat dat adaptief voor, dus dat je ook kunt besluiten, nou, nu is dit niet meer relevant, nu gaan we iets anders meten. Wanneer verwacht je dat de IMU-app op de markt komt? Nou, we hebben nu februari 2021, dan is het eerste minimal viable product klaar. Dat betekent dat dan de eerste werkende app er is. En vanaf dan gaan we dus, kunnen echt jongeren in de jeugdzorg er echt mee aan de slag. Kun je iets vertellen over wat er hier vandaag allemaal gebeurt? Oh ja, nou ja, we zijn superleuk genomineerd voor de Medische Inspiratorprijs. En daar hoort ook bij dat een film van het hele project gemaakt wordt. En dan kan het algemene publiek gaat dan stemmen. En wie de meeste stemmen krijgt, die krijgt de eerste prijs. Waarom doe je mee met de promofilm? Ik vind het heel belangrijk dat jongeren eigen regie voelen. En ik denk als je een behandeling wilt laten slagen, is het vooral belangrijk dat jongeren zelf doelen kunnen formuleren die zij zelf voelen om te willen veranderen. Zou de app, als deze klaar is, het behandelplan kunnen versterken? Ik denk dat het wel zou kunnen, maar ik denk niet dat het garant staat. Ik denk niet dat het een soort van een, als je de app gebruikt, dat het dan opeens allemaal goed gaat of allemaal beter is. Ik denk dat het ook inzet vraagt natuurlijk van behandelaren en jongeren. En dat het ook vraagt van dat de app goed werkt en dat de app goed ontwikkeld wordt. Verwacht je dat de jongeren en de behandelaars deze app gaan gebruiken? Ik ga ervan uit dat we hem allemaal gaan gebruiken, maar ik ga er vooral vanuit dat jongeren, als ze deze app ontdekken, uiteindelijk tegen hun behandelaar en tegen hun begeleiders gaan zeggen van ik heb nou toch een mooie app gevonden en die moeten we gaan gebruiken, want die gaat mij echt helpen. En met die app proberen we ervoor te zorgen dat jongeren meer stem krijgen in hun behandeling, meer de regie ervaren in hun behandeling en daarom moet iedereen gewoon stemmen.